Ik kwam toevallig net van de kassei af, dus ik kon kijken mee op het scherm. En ja, ik zag dat die derde wou, dus ja, mooi resultaat. Ik denk wel een goede koers van ons. Op een gegeven moment hadden we pech met die valpartij. Dat we eigenlijk twee man verloren en ja, best wel hard moeten rijden om terug te komen. En ja, ik denk voor de rest een goede koers. Altijd wel redelijk goed gepositioneerd. En ja, ik had zelf wat pech dat mijn wiel loskwam. Toen ben ik op een gegeven moment moeten stoppen en ja, toen kwam ik aansluiten. Maar ja, dan moet je, ja, zit je achter de geloste. Maar hoe kwam dat? Ik heb geen idee. Ik weet niet of iemand in mijn wiel is gereden of door de trilling of zo. Maar ja, dat was wel klote. Maar ik denk dat Olaf en Mike het supergoed hebben gedaan om met z'n tweeën in die groep te zitten. En dan derde en vijfde, ja. Natuurlijk, Olaf is een winnaar, dus ja, die hoopt altijd op meer. Maar ik denk, mooi resultaat. Wat was het plan voor vandaag? Nou, het plan was eigenlijk om ja, wel de volle kaart van Olaf te trekken. En dan met Mike daarachter. En ja, hem gewoon elke keer proberen goed te positioneren voor die klim. Want je zag wel met de wind dat het niet heel zwaar uit elkaar werd gereden. Maar ja, we hadden wel bij de vrouwen gezien dat die op één hoping, dat je dan wel ja, verschil kan maken. En ik denk dat ze op het juiste moment in de goede positie zaten. En dan ja, gewoon heel sterk waren dat ze mee konden. Lange tijd konden jullie je een beetje van achteren houden. Was dat lastig om ja, te sparen tot het eind? Nou, ik denk dat we op zich altijd wel goed gepositioneerd zaten. Maar ja, je moet ook weer niet te veel. Maar aan de andere kant, ik bedoel, die jongens die voelen dat ze geen finale kunnen rijden, kunnen beter zichzelf opofferen om wel te positioneren. En ja, zorgen dat Olaf altijd in goede positie zit. Want ik denk, ja, als je zag vandaag, ja, toch wel een van de sterkste. EK in Nederland, hoe was dat? Ja, toch wel speciaal. Ik bedoel, het publiek kent je toch meer dan in andere landen. En je hoort toch vaker je naam, dus dat is toch wel mooi. En op zich stonden echt wel veel mensen langs de kant. Dus ik denk, ja, heel mooi EK. En ja, toch mooi met een derde plek. Dankjewel. Wat rij jij nog?